Vandaag is het 17 april. Nou, mama is jarig! Geweest. Ik ben jarig geweest, Mexicaan. En vandaag is ze weer jarig! Dus ik ben twee keer jarig? Ja. Feestje, maar gewoon zit je hoor. Een paar mensen komen. Familie voornamelijk. Stomme mensen! Lieve mensen! Hapje! Waarom ben je zo onbeschoft? Dat is niet leuk. Lieve, straks gaan ze ons niet meer volgen of abonneren of een duimpje omhoog of te liken of te delen. Dat moet je niet zeggen. En die, de mensen die kijken, vindt jullie die ook stom? Nee. Oké dan. Dat heb ik aan, maar met Indy zei net dat ze jullie ook stom vindt. Jullie moeten wel blijven abonneren en op een belletje klikken en doe een duimpje omhoog. En vergeet niet op een belletje te klikken. Heb je het aan? Wat zie je er mooi uit? Ja, ik heb dit aan en ik ga... En vandaag gaan we lekker mama's een feestje vieren. Tante Afa zit in de tram. Tante Afa zit in de tram. Dat is leuk! Tante Afa zit in de tram. Tante Afa komt ook, hè? Misschien met de... Nee, Laatje, ja, jullie hebben ons nu even klaar met de pakken. En we hebben mooie bij Loedert. Deze mooie bij Lana. Dan gaan we dan, ga ik toch alleen een foto maken, want ik heb nog geen foto gemaakt daarmee. Maak foto's! Hou op! Hey, niet weg. Maar... Indy, wat wil jij nog wat zeggen? Nee. Ik kan pas hadden. Nee. Ja. Indy! Jur, hou vast. Goed, Indy, kijk wat je doet. Hou zo vast. Nee, Indy. Wat doe je? Sorry hoor mensen. En niet dat het een beetje vervelend. Nou jongens, mijn vriendinnetjes zijn gekomen. Afa en Janine. En het eten is gekomen. Ja, je bent vervelend. Oh, wauw. Ja. We praten weer mensen dingen hoor, mensen. We hebben gegeten, ik heb cadeautjes gehad hier. Het was toch een beetje. Afa stond voor de deur om 2:09 om exact te zijn. Jullie zien ook dat Afa altijd te laat was. Maar ze was hier om 2:09. Ze heeft mijn zoon thuis gelaten, want hij was brutaal. Hij heeft de deur dichtgegooid. Ze heeft Jermaine niet gebracht. Het is alleen hier met Leonie. Die jongen, zijn gezicht was nat van het huilen. Hij moest snikken. En toen was hij helemaal... En toen was hij... Nee, mama. Ik wil naar Tante Rachella. Ik wil naar Tante Rachella. Dat zei ik. Ik zei je gaan... Mama! Mama! Als je daar zit, gaat hier zo. Ik kom zo weer bij jullie terug. Want ik moet naar vader Tori gaan luisteren. Aan mijn vriend. Nee, zo, je bent echt gevaarlijk, die mensen gaan. Nee hoor, jeetje, die keken ze al op. Ja. Oh. Er is daar nog. Dit is zo lekker. Wat? 5+5. Ja, 5+5 is 10, ja. Maar ik zei dat niet waar. Is wel waar. Jongens, die cake is zo lekker. Maar Afanaisa gaat weer. Next level. Een keer gesneden en ze eten weer. Kijk, ik kon ook wel een stukje cake eten. Maar niet. Hè? Je moet dat afmaken. Ze zien je niet nog. Ik wil niet op beeld. Zou je al lang doen? Ja, dank zal ze leven. Mijn film. Ja.
sopi. Anofi, kukanofi sopi. Dami kong festeri u. Hachu! Want Shella die is jarig en dat vieren we. Ai, ai. Violen en de trommel en de kent. Want Shella die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ai, ai, ai. En we zijn zo blij. Want Shella die is jarig en dat vieren we. Ai, ai. Oké, dan moet ik hem door. Oh, proost! We moeten proost! 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 Jeetje, maar even zeggen. Proost! Je is echt vervelend. Oh, gek, iemand wordt ook meegenomen. Proost! 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 Nee, ik heb scherp. Wil je nog iets tegen mama zeggen? Mama, gefeliciteerd. Ja. Wil je nog iets tegen mama zeggen, Maxi? Ja. Wil je nog wat? Eindelijk 33. En jeetje, ook vrouw. Waarom deze weer 75? Ja. Oh. Wil je nog wat tegen de zo? Met pensioen. Nee, tje. Ze zijn er nog even jeetje alleen maar kinderen worden. Tje. Wat doen ze? Nee hoor. Maar het is goed afgezegd. Dag, je ging iedereen langs. Jeetje, heb je wat gezegd? Heb jij wat gezegd? Voor mij! Oh, maar ik ben haar weer. Ja, dat is een beetje moeilijk, maar kijk mijn moeder. Nee, ik wil niet. Ik wil niet op de camera. Ik wil niet op de camera. Waar ga je die kinderen zetten? Ik wil niet op de camera. Doei! Oma. De helft van de familie is weg. Naomi is aan het huilen. Kijk, ga weg nou met die ballonnen. Mijn zusje zit weer in een hoek te verstoppen. Ja, ik denk nou hoe chaos het hier is. Het is altijd hier. Het is lastig. Ik ga niet van mijn tafel zitten, maar ik ga tafel pruimen. Oh, is oh. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Er gebeurt te veel. Mijn kinderen zijn druk. De baby helpt. Nou, hey! Yo. Oh, dat is niet mijn telefoon. Waar is mijn telefoon? Oh, mijn telefoon is daar. Hey, wat doen jullie? Laat maar even los. Ik heb mezelf warm. Ik weet het niet. Maar ik zweet hier. Ik hoor die baby daar huilen. Ik heb paniek. Oké. Deze kinderen doen, ik weet niet. Aisha, gaan ze weer staan? We spraken net dat ze rustig was, maar ze doet nu weer raar. Even chill, want Naomi trekt dat allemaal niet. Dit is hoofd. De baby. Zachtjes. Ja, ze wil niet meer. Wat zoek je, jeetje? Indy, was dat in mijn tas? Indy, kom onder de tafel vandaan. Juist, ja. Dit is echt een pestkop, hè? Ja, het is echt een pestkop. Ik die dag. Afa, heb je lekker gegeten? Het gaat wel. Dagtijd. Kom op, het gaat gewoon met gaan. Niemand groeten. Doeg! Bedankt voor het komen. Nou mensen, iedereen is weg. Nee, ik zit helemaal onder de niet te sluiten. Baby baba. Hou je mond dicht, meisje. Kijk, mijn kapstok is er ook afgevallen vandaag. Hierboven in één. Deze hangt er nog, maar deze is naar beneden gevallen. Ik ben moe. De laatste mensen zijn nu weg. Afa, mijn moeder. En ik ga niet opruimen nu, want ik ga de kinderen naar bed brengen. En dan ruim ik morgen wel op. Het was geen groot feest, maar het was gezellig. Dat is koken, hè? Dit lijkt op een grote mensenbril. Dan maar nog opruimen. Een beetje afwas. Zonnebril. Niemand praat tot jou. Dus, ik ga deze vlog maar weer afronden. Hou op! Koelen! Hou echt je mond dicht nu. Hou je mond. In je mond.
want jullie luisteren. Nee, mama, ga maar naar boven. Nee, mond dicht even, nu. Derde poging. Ik ga deze vlog nu dus afronden. En voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren. Good morning, mensen. Good morning. Nou, vandaag is het 21 april. Feestje, alles is voorbij. Was hartstikke gezellig. En vandaag ga ik met mijn zusje gaan we een mini shoot doen. Mijn zusje die gaat dus een lijn beginnen met handmade bucket hats. En maakt ze echt helemaal zelf. En ze heeft dus een paar samples nu, als het goed is. En mooie foto's maken, zodat ze het kan promoten op Instagram, Snapchat, Facebook en dat soort dingen. Maar ze is er nog niet. Hoe laat is het nu? 9:45. Ja, 9:45. Ze zou rond 10:30 hier zijn. Dus we wachten even op Jeetje. En dan gaan we aan de slag. Nou mensen, Jeetje is gekomen. Ja, ik ben ja, ze is er. Groet netjes. Hallo. Ja, sorry voor die bergkleding weer achter me hoor. Ik moet dat allemaal gaan vouwen. Jeetje is nu de backdrops aan het strijken. Backshow. Ja, er overheen blijven gaan stomen. Hey. We gebruiken die wel als laatst. Ze is dus helemaal in paniek omdat het een beetje nat is van strijken. Ja, helemaal. Dus we gaan zo shooten voor haar bucket hat line. Hoe heet het? Bucket and hats. Volg op Instagram bucket and hats. Te volgen. En te liken en te delen. En te liken en te delen. Zodat en jullie te kopen. Oh, en te kopen. Zodat jullie op de hoogte blijven. Volgende week dinsdag. Dan is het 27. Voor mensen 27. Lanceert ze het? Kat, kat. Ja, 27 april. Ja mensen, 26 april. Nee, 27. Oh. Volgende week dinsdag is toch 27? Ik weet het niet, volgende week dinsdag nog. Volgende week dinsdag, 27 april, lanceert ze dus haar bucket hat lijn. We gaan beginnen met een paar samples en dan gaan we kijken hoe het loopt. Dus, bucket and hat op Insta, like, deel. Ik wou zomaar zeggen abonneer. Abonneer. Maar in ieder geval doen jullie dat. Oh, ze maakt alles zelf. Ja, alles is handmade. En we nemen jullie mee tijdens de shoot. Dan zien jullie alvast een sneak peek. Maar niet te veel, niet te veel. Niet te veel, niet te veel. Een ding, maar ik kan het nu. Ja, dus die berg hier ga ik eventjes opvouwen. Want Jeetje is toch bezig. Ja, het maakt altijd zo'n hondenpiep. Gevaarlijk. Jeetje is toch even bezig. Dus dan kan ik dit wel even vouwen. Weet je, nu heb ik gezelschap. Dan is het niet zo erg om te vouwen. Lelijk. Als ik alleen ben, is het niet leuk. Maar je hebt denk die vlek. Jeetje, die vlek gaat weg. Je moet het beter strijken. Nee, dit vind ik nog gekreukeld. Dit is niet... Dit ja, maar is... Is... Ja, je moet de voorkant en de achterkant strijken. Ik zet hier en dan druk je op die stomer. Leuk. Juist. Zie je? In ieder geval strijk hoor, hinderlijk. Ja, ik ook niet. Je is bezig, ik ben bezig. Ja, we zijn allemaal bezig. Busy. Huh? Ja, ik sta nooit die keer hoor. Ik sta valt altijd op en dan... En dan ga je met gekreukelde kleren de straat op. Juist. Nee, maar ik strijk het niet, zeg maar, ik strijk het pas als ik wegga. Oh ja, maar ik, voor die kinderen doe ik het gelijk en dan doe ik het zo in de kast, snap je? Als ze dan naar school gaan, ja, dan haal ik het gelijk eruit, dan is het al gestreken. Ja, daar nog in de hoek. Maar hoeveel gaan we gebruiken? Wat? Je gaat toch deze drie kleuren gebruiken? Ja, maar ik bedoel, zeg maar... Oh ja, niet heel dat ding. Ja, juist. Zo. Ja, zo. Maar dat... Ja, oké. Ja. Maar ik kan niet boeken. Jongens, ik heb zo'n... Ik wil niet dat je lacht. Ik loop een beetje als er iets, want... Ik heb dus Les al... vallen. Ik heb dus al een maand of zo heb ik last van mijn stuitje, weet je? Maar het ging wel. En dan... Ze struikelt op en dan voet. Dan maakte ze al kappel en dan gaat ze achter in of zo. Zo jong. Ik ben niet gevallen. Ik weet niet hoe het komt. Het is er volgens mij ingeschoten of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, ik loop er dus al een maand mee. En ik dacht, het gaat wel. Op een gegeven moment was het weg. Ik dacht, yes, het is weg. Dus kort is het dus weer een beetje heftig terug.
Paracetamol hielp niet meer, ibuprofen hielp niet meer, Aleve hielp niet meer. Niks hielp meer, dus ik dacht van ik ga de dokter bellen, want ik kan zo niet verder. Ik kreeg dus pijnstillers van de dokter, zwaardere pijnstillers. En ik zag van, oh, nee, dat helpt, blijven slikken, weet je. 3 per dag. En die hielp, ik dacht, ja, oké, oké. Maar dan nu... Lelijk. Mensen! Mank, die pijn trekt helemaal naar mijn been, naar mijn bil. Dus het was bij mijn stuit, het gaat naar mijn bil nu. En dan naar mijn benen. Kramp. Een soort gekramp. Je moet oefeningen doen. Ja, hé, hey, hou op met die oefeningen. Stretch. Hé, dat moet je doen, man. Stretch en rek. Dat helpt niet. Ik ga naar de... Oh. Oké. Oh, dat moet ik doen. Juist, dat moet je doen. Die fysio gaat me weer hinderlijke oefeningen geven ja. Die ik thuis moet doen. Maar ik ga dus naar de fysio, mensen. Maar ik kan pas maandag. Oh, moet je niet naar de eerste houden? Dat wel chiropractor. Ja, dat is maandag. Ja, dat is ik. Maar zeg, ik moet naar de chiropractor, want daar maken ze die, een scan. Die mensen die weten zo. Au, ik kan niet. Ik heb video's gezien dat mensen ze drukken helemaal in die gezicht. Ja, ik wil. En dan breed je rug. Ik moet naar de chiropractor, ik moet cupping gaan doen. Yeah. Iedereen doet cupping. Dus ja, ik heb maar opgezocht hier in Zoetermeer cupping. Maar onderrug ging ik dus met tijgerbalsem insmeren. Weet je, een beetje gewoon van kijken dat het wat minder wordt. Maar dus die pijnstillers, daar was ik pijnstillers van de huisarts gekregen. Ging goed, het hielp allemaal. Maar nu ben ik op het punt dat het niet meer helpt, mensen. Die pijnstiller helpt niet meer. Luister wat is gebeurd eergisteren. Ik ging baden. Luister wat is gebeurd. En ik ben bang. Ik ging baden en ik kreeg een vrede aanval onder de douche. Wat voor aanval? Een soortige pijnscheuten zo in mijn rug, in mijn bil. Jeetje, ik moest die kraan uitmaken. Mensen, ik moest gaan zitten op dat krukje daar in de douche. Ik naked daar helemaal. Au. Ik stuur Josmel een voice memo van help. Maar het was zo. Help, gewoon, ik weet niet. Ik verga van de pijn. Ik zei, ik kon die kinderen niet naar school brengen. Luister wat ik heb gedaan, jongen. En één keer van jaar. Alsjeblieft, mama, vertrouw me. Ik kom met India Maxi naar school lopen. Ik zei, nee, ik vertrouw het niet. Want die kijkt niet als ze oversteekt. Bla, bla, bla. Heel gedoe. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Maar luister. Nee, ik heb ze. Met z'n drietjes. Gevaarlijk. Ik had mijn telefoon. Mijn oude telefoon heb ik als ze meegegeven. Ging ik met ze video bellen. Dus 3 kleine meisjes alleen naar school lopen. Maar je was wel gewoon thuis. Ik was thuis, jeetje. Oh. Met hun aan de telefoon. Video bellen. Zo op de bank met die dingen. En Mexico. Ik vind het zo zielig voor mami dat ze alleen thuis is. En dit en dat. Mensen, die pijn was zo heftig. Ik kon niet lopen, niks. Ik moest die kinderen alleen naar school sturen. En ik ja, kunnen we vaker doen? Nee, absoluut niet. Was gewoon omdat het een noodgeval. Maar ja, dus met hun videobellen was wel goed gekomen en zo. En hun waren natuurlijk hartstikke blij dat ze alleen naar school mochten. Eke is natuurlijk vaker alleen naar school geweest. Maar in de Jamexie nog niet. Dus ja, weet je, daar was het klaar. Ik dacht, nee, pijnstillers helpen niet meer. Er moet nu iets gebeuren. Ik moet naar de fysio. Dus dat gaan we dus doen volgende week. Maar ik moet dus wel nog deze hele week zo lopen en het weekend. Ja. In Josmel me eergisteren insmeren met tijgerbalsem. Ik schreeuwde het uit, mensen. Ik schreeuwde het uit van de pijn. En ik dacht, hoe ga ik dit overleven? Hoe ga ik dit doen? Ik kan niet meer. Mijn moeder nog gebeld. Wij nog lachen aan het... Mama, nee, Sjalde, dat kan echt niet. Je kan... Maar geweld, Sjalde, je kan echt niet zo blijven lopen. Als ik het was, was ik al lang. Ik zeg, maar. Was ik al lang. Ik kon niet eens naar de huisarts lopen of iets. Ik lag hier zo. Op de bank. Weet je? Het was zo erg, die pijn. Dus vandaag gaat het wel wat beter. Ik heb een wasje gedraaid. Weet je? Ik kan staan. Ik moet ook af en toe staan. Want dan zit ik op de bank. En dan moet ik ineens weer opstaan. Of dan zit ik zo op de bank, jongens. Zo. Dat is toch niet normaal? Wie zit zo op de bank? En dan zit ik serie kijken op mijn telefoon. Heel heftig. Heel heftig. Dus, de story van mijn rug. Dus als jullie zien dat ik een beetje
Weet je, zie je, nu is het weer steek. Ik moet er echt van maken. Ja, ik dacht dat, dat het plan was. Oh, ja. Je had hier een jurk van. Ja, maar het ging helemaal mis. Was het niet mooi? Nee. Zou het toch zo één met spaghettibandjes zijn? Ja, maar ik weet niet, wat voor vervelend. Ik zijn zo strijken. Nee, strijkenlegging. Van die kinderen, ja, want alles is zo... Ja, van mezelf niet. Maar, kijk, het kan toch niet? Dat was die... Het wordt ook niet gestrijkt als ze dat aan doen. Ja, bij Maxi met een dikke pil. Oké, mensen, we zijn beneden. We gaan even testen. Ja, mijn zusje die heeft het dus gestreken. Maar ik zie gewoon nog kreukels. Zien jullie dat ook? Ja, ik ook dus. Ja. Jeetje. Ik heb het gestreken. Ja, maar... Nee, dat heeft me opgelicht. Ja. Ik ga eerst gewoon een testfoto maken. Zit een ingewikkeld onder die tafel? Ja. Want, ja. Sta maar mooi. Oké. Ja, ik moet zitten hoor. Ja, je weet wat er gaande is. Jeetje. Kan ik het? Komt dat stoom? Komt dat stoom? Dan moet je weer even wachten. Het komt allemaal door mijn zusje. Hey, tante Audrey! Mijn rug! I'm a god. Ja, ik kan niet. Wat een hippe outfit! Jawel. Tuurlijk. Adidas! Oh, tante Audrey is hip, jongens, ze danst weer. Oh, kijk. Hey. Hey. Dat is Audrey mee. Ik lach, maar ik moet opstaan. Al die groene stof doen. Ja, was dat werkt. Ja, dat hebben we net gebruikt. Maar dat werkt niet. Mensen, tante Audrey is gekomen, even snel cadeautje brengen. I'm back in town. Oh, ze is back in town. Jullie hebben haar lang niet meer gezien. Ja, toen was ik vet boobie. Dat was een van de eerste vlogs. Tante Audrey ziet er helemaal hip uit, jongens. Ze is afgevallen. Nog 25 kilo's af. Nog 25 kilo's af. Maar ze ziet er al heel goed uit. Ze heeft een kleinigheidje gebracht voor de kids. En ik zit op de vloer, want mijn rug, wat ik net heb verteld, hè, kan even niet opstaan. Ma belde net, tante Audrey. Echt waar? Ja, dus ik zeg, tante Audrey komt zo lang. Ja, zo, ze had pauze, dus dan gaat ze toch altijd even naar buiten lopen. Waar ze zijn gebleven met... Ja, dat weet ze. Ja, ik moet voor Indie. Dat is voor hun leeftijd. Ik ga het zelf lezen. Ja. Super leuk. Ja, gaan ze blij mee zijn. Staan er veel plaatjes in? Ja, het is voor hun leeftijd. Ja, en dan... Ja. Inschrijven bij het modellenbureau. Korte modellen. Ja, maar tegenwoordig moet je niet meer echt... Dus even de dingen aan het regelen. Oh! Meigens! Oh. In action. Jawel. Ja, in action. Maar ik zie niet goed, hè? Oké. Is het mooi? Ja, ik weet het niet. Ik kan pas kijken als ik eraf ben, want ik zie het niet goed. De zijkant, dit moet zeg maar... Wacht even, ja, hou maar weer omhoog. Nee, ja! Ja, het gaat op mijn lichaam. Ho! Juist! Ding! Kijk, iemand hier! Leg maar neer, we gaan nu gaan... Waarom dachten jullie al die hoedjes verkeerd? Die zijn dan op de voorhoofd. Oh, ja. Ja, dat. Zijn dan moet toch aan de zijkant, niet aan de voorkant? Juist. Ja. Maar waarom die... Echt vervelend.
Geen grap, geen grap. Buik in. Oh ja, buik inhouden, altijd. Buik in. Hip. Nou mensen. Even zitten hoor, want het is weer zo ver. Ik heb weer kramp in mijn bil en in mijn been. Jeetje, is nu even aan het kijken of de foto's goed zijn. Bijna niks is goed. Ik moet weer naar buiten met mijn hand zo gaan staan om een foto te maken. Die met die roos is vervelend. Het kan echt mooi zijn, maar ik weet niet. Dat... Ja, het kan mooi zijn, maar buiten denk ik. Weet je wat? Die stoel. Ja. Oh ja, maar moet die stoel zeker vasthouden. Want als je het laag gaat doen, is het niet mooi. Dan is het... Oh ja, klopt. Je moet het vasthouden. Ja, je moet het in de lucht maken. Je moet die stoel inderdaad in de armen, mijn benen. Oké, maar wat gaan we doen? Want ik heb eigenlijk honger. Oké, we gaan nog foto's maken met je hand allemaal zo. Ja. Doe ik, dan verzin ik nog wel voor wat. Dan bewerk ik deze allemaal wel en zo. Ja, want je kan er wel wat mee, toch? Ik kan er wel wat mee. Ja. Dus zo, jongens, we zijn klaar. We gaan nu even eten. En dan, ja, zit het erop voor vandaag. Mijn zusje bekijkt nu even de foto's. Ik heb het nog niet doorgevoerd hoor. Oh, ja. Ja, ik moet je ei bakken. Ik moet foto's doorsturen. Wat wil je nou dat ik allemaal eigenlijk doe dan nu tegelijk? Want dat gaat niet zo goed. Ik wil alles tegelijk doen hoor, je. We gaan nu papa wakker maken en dan gaan we een lekker ontbijtje maken. Mama en papa slapen nog. Dus we gaan even papa wakker maken. We gingen even naar beneden om de camera te halen dus. Dus ja, daarom heb ik even beneden gefilmd, maar we moeten nu echt heel zachtjes doen. Mama slaapt nog. Mama ligt in mijn bed. Papa ligt boven in onze eigen bed. En dan gaan we het heel leuk. Dus we hebben papa wakker gemaakt. En Maxie is nu ook wakker dus. We gaan eerst naar de winkel. Daarna gaan we het ontbijtje maken. Boeken aan het lezen. Ja. Mama is nu wakker geworden, maar we zouden eigenlijk naar de winkel gaan. Maar de winkel is om 10 uur open. Wat gebeurt er? Om 10 uur open. We gaan nu naar beneden de cadeautjes halen. Tenminste, ik. Hé, nee, ik wil niet dat je zo zwak valt op camera. Nee! Ben nu beneden. We hebben cadeautjes. Even de cadeautjes pakken. Oh, ik ga weer. Ja. Wacht, camera. Sorry jongens, ik vergeet jullie. Nee, ik neem nog een cadeautje. Ja, neem jullie weer mee. Ja, ik kom. Neem jullie weer mee hoor. We gaan weer naar boven. Mama, één cadeau is gescheurd. Omdat het is... Eén cadeau is gevallen en die is gescheurd. Mama, deze mag je eerst hebben, mama. Okay. Dus mag u met mij eens beginnen. Okay. Mama, eerst moet u dit lezen, hè? Dit is van jou? Ja. Ja, van mij. Van mij. Thuis is thee drinken, ontbijten in je pyjama, kletsen over van alles, getroost worden, zelfs zonder erom te vragen, lachen zonder schaamte, elkaar begrijpen zonder praten, geliefd zijn, complimentjes en tips krijgen, je welkom en veilig voelen, thuis is waar mama is. Wat lief! En mama neemt deze lezen. Okay. Nee, eerst moet openmaken.
Oké, iedereen. U gaat het echt fantastico vinden. Ik weet echt niet, nog niet wat erin zit. Ik weet het wel. Ik heb het gemaakt. Wat waarom staat het Doffie Vee op? Daarom. Wat leuk. Mijn mama is top. Mama niet. Winnaar. Is. Wacht even. Leuk hoor. Die kan ik op de plank zetten beneden. Ja. Bij de foto waar opa staat. Ja, als de moeder. Oké, nu deze van Maxi Katie. Boom, pat, spang. Een kusje op je wang. Een kusje op je andere wang. Jou, jou mijn leven lang. Dat rijmt. Dat rijmt. Is een rijmpje. Dat is een leuk kerstje. Lieve mama, jij bent mijn zonnestraal. Heb jij dat gemaakt? En zo'n gezellig gezichtje erbij. Dit is, dit is een kaart. Dit is een kaart, ja, ik zie het. Liefs Mexique. Maxi, heb je dat zelf geschreven? Wat goed voor jou. Nou, dankjewel hoor, Maxi Katie. En nu in die Rosie. Weer lezen. Boem, pat, spang. Een kusje op je wang. Een kusje op je andere wang. Ik hou van jou mijn leven lang. In die roos. En mama, het is iets wat hij de hele dag doet. Oh. Kijk, dit is een theekopje. Oh, voor mama. Wacht nou, Max. Wacht, kon je kiezen, Maxi? Ja. Oh. Voor mama met een lekker zakje thee. Heb jij dat gemaakt, Indietje? Wat leuk. Ja, dit is een theezakje. Dankjewel. Mwa. Wat staat er voor mama? Voor mama. Oh. In die roos, kijk. Gaat mama lekker zo meteen drinken? Ja. Dit is een lekkere. Zal ik u even een hint geven? Dit is echt een lekkere. Een lekkere. Doe je het goed of niet? Mij? Dit is van Maxi, je staat ervoor. Oeh, heerlijk! Die man, oma heeft zo'n kaars van dat. Van Zwitserland. Ja. Dat is van oma. En van ons voor u. Dat ruikt lekker. Ja, ruikt naar baby's. Ah, ruikt lekker. Lekker om te spuiten. Dat is huisluchtje. Ja. Dat is, ik dacht eraan, omdat papa zo zweet, dan kunt u het altijd spuiten. Huh? En dit is cadeau. Oh, wat ruikt dat lekkers. En het is roze. Ja. Dat is heel handig, want dit hadden we nodig. Ja. Wanneer jullie zeg maar gaan eten, dan mogen jullie het mooi opvegen. Nou. Ik ga dat doen. Ja, deze hadden we echt nodig. Ja, dat heb ik gezegd. Ik ben blij. Oké, ik ga er echt blij mee zijn. Blij? Ja, maar papa heeft allemaal sokken gedragen en ze zijn allemaal kapot. Ja, dus daarom hebben wij sokken nou, voor je zo gekocht. Lief van jullie. Nou, ik ben verwend voor mama van E.T. Heel veel kusjes. Dank je. Dat heb ik ook nog thuis afgemaakt, want op de BSO kon ik het niet afmaken. Oh, boven in je kamer. Waar was ik dan? Want ik ben toch al weken in je kamer. U was beneden. Nou, dank jullie wel, kindertje. Dank je wel. Dank je wel. Ik ben zo blij dat het moederdag is. EK, dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Leuk hoor. Mama, bent u er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel leuk. Ik ben verwend.
Mama, ik vind deze ook heel mooi. Mooi, hè? Ze zijn allemaal leuke dingetjes. En jullie hebben zo goed je best gedaan. Zo lief van jullie. En dit ga ik de hele dag spuiten. Nu ruikt het mijn kamer naar baby. Ja, het ruikt lekker. Ah. Baby. Ik heb alles Kijk uit voor je ogen. Spijten. Indy. Spijten. De andere kant. Vandaag wordt het echt een leuke dag. Dat zie ik al helemaal voor me. Eigen kamer spuiten. Kom mee jongens. We gaan spuiten. Nee. U gaat zeker schrijven. EK camera. Oké, stop. Het ruikt genoeg naar baby's. Je bent verwend, hè? Mami! Ja, ik ben verwend. We gaan nu lekker naar beneden. Ja. Maar we gaan dan de moederdag ontbijt in een lunch veranderen. Want de winkels zijn om 10 uur open. Misschien is het... Mama, om 10 uur open in de ochtend of 10 uur? In de ochtend. Dan kunnen we toch wel het ontbijt maken. Dus ja, wij gaan zo meteen lekker ontbijten. We zijn nu lekker aan het kraakplanken. We zijn nog niet aan het ontbijten. Maar we hebben wel alvast een lekker dingetje. We hebben net gegeten. Dus mama vond het heel blij. En we zijn nu lekker buiten aan het spelen. Heel lekker gegeten. Nee, naar buiten nu met die schoenen. We staan er een hele enge vliegende spin, toch? Een vliegende spin. Waar? Ik zag hem niet. Je zag hem niet hier. En weg zijn die scheiterds.